Ik heb niet geüpload gisteren, dat is de vraag van vandaag. Waarom heb je niet geüpload? Ik was ziek. Yo YouTube, is het hier? Ik heb hier zo'n lamp, gewoon zo'n kop zo. En dat is mijn professionele studio-verlichting. Een zwaar koekenvla. Dus lieve mensen van de video, dit wordt weer zo'n video waar je helemaal niks in hebt. Maar ik dacht, ik heb geen tijd om een deftige video op te nemen. Dus mensen, Canada Dry is de shit. Nou, dat is fucked up. Nu hebben jullie dus ook geleerd dat je nooit van de top van een fles moet drinken. Stop er gewoon veel rietjes in. Vroeger deed ik altijd zo heel snel in een fles zo met mijn rietjes en dan kwam het eruit. Dat is fucked up. Godverdomme, man. Zeker niet normaal, nee. Godverdomme. Sommige mensen zeggen dat mijn haar mooier is met een beetje gel erin. Doe toch een beetje gel in mijn haar. Meer gel. Ah, fuck. Ah, fucking zooi. Ah, fuck. Nou, dat is fucked up. Nou. Godverdomme, waar is mijn pet? Als je iets cool vindt om te doen hier op de YouTube, stelen mensen je idee meteen. Ik heb bijvoorbeeld één bril, deze, een schroevendraaier en een horloge. Probleem is dat de lengte van mijn hoofd niet groot genoeg is om alles af te meten. Oei. Als ik bijvoorbeeld iets doe, en dat heeft veel views, likes, comments, gaan mensen het sowieso nadoen, dat is, ja, YouTube-star. Dus stel je hebt een goed idee, ja, dan weet je sowieso dat het gefaked wordt. Beetje gel in haar. Ik heb gisteren niet geüpload, omdat de like de vorige video sukte en dat demotiveerde. Fuck die shit, ik doe het niet voor de likes. YouTube begint gewoon een beetje, ik weet niet. Ik vind het niet meer zo leuk, komt niet door likes of support. Gewoon, ik vind het een beetje afgezaagd worden. Maar, heb jij nog een idee? Dan heb ik voor jou de oplossing! Dat klonk niet zo gezond. Dan heb ik voor jou de oplossing! Koop deze geweldige printer voor maar liefst 1898 en de Vibra. 1, 2, 3, go! Erikos, het gaat helemaal los. Die intro is echt al fucking lang geleden. Dat geluid die ik de vorige keer in mijn intro had gezet, dat geklapt. Dit dus. Kan je eigenlijk met alle geluiden doen die een soort van kort geluidje hebben. In een relatie gaat het niet om de seks of om iets. Wanneer de iPhone plat is, moet je de input en de output. En dan stop je dit ding in stopcontact. En dan laat je iPhone op, let's go. Maar oké, mens. Ja. And that's how we make moonshine. Ik kan ook naar de andere kant. Dan is hij daar. Je kan dan vragen waar is hij nu. Wel. Gotcha! Je zou denken dat het een gehoorrolletje plakband is. Dat is het eigenlijk ook. Neem maar een blad en een pen en schrijf op wat ik nu ga zeggen. Heb je een pen en een blad? Goed zo. Plakband plak. Dat betekent dus dat het kleeft. Maar het noemt plakband en niet kleefband. Want het plakt. Dus het vlakt dus en het doet fijn. Het voelt wel goed. Beetje gel in mijn haar. Ah, fuck! Ah, shit. Grafje, de plakband heeft het tegengehouden. Hey! Dan moet je het dan gewoon afdoen. Oh. Dan heb je een plakbandbehandeling gehad. Alle vuiltjes uit je gezicht. Heb je het opgeschreven? Stuur het dan op naar je moeder. Let's go. Oké, maar mensen, er zijn tijden van komen, er zijn tijden van gaan, rozen verwelken, maar mijn p. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik, ja, ik heb wel een zacht gezichtje nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Acid en ik zeg, als de zon schijnt, doe je niet één zonnebril aan, geen twee zonnebrillen en ook geen drie zonnebrillen. Maar druk je gewoon op die like-knop. Let's go! Alia, alia, you, ja, ja, you, ja, alia, lampjes uit, ja, ja, alia, you, ja, ja, you.